Hartelijk welkom bij Cultuur in Actie. Het derde blok van de vierde dag. We zijn net over de helft. 7 dagen lang voeren we actie online, omdat we niet op het Malieveld kunnen staan. Met allemaal mensen. Er komen hier 500 mensen aan tafel in totaal in 7 dagen lang. En alles wordt live gestreamd om aandacht te vragen voor kunst en cultuur. Hoe belangrijk het is. En hopelijk ook om de minister over de brug te laten komen met meer geld om de cultuursector te steunen. Voor we over die cultuur gaan praten met mijn volgende gast. Eerst even bekomen, zag u net, uit 8 minuten en 47 seconden zwart beeld. Dat is een actie uit solidariteit met George Floyd, die op gruwelijke wijze om het leven is gekomen in Amerika. Een zwarte man door een witte agent die minutenlang, 8 minuten en 46 seconden dus, hem arresteerde met een knie op zijn nek. Daardoor overleed hij. Er is nu wereldwijd heel veel om te doen. Wij zijn solidair met alle acties die er zijn geweest online, om ook zo lang op zwart te gaan. Ik heb hier naast mij Charlie Luske, die u allemaal kent uit de cultuurwereld. Maar jij wil eerst even hier ook iets over zeggen, hè? Nou ja, het is heel gek. Kijk, tuurlijk is cultuur heel erg belangrijk. Hè. Het is heel vaak al gezegd en in een heel oude quote dat het verschil maakt tussen mens en dier. Ik weet niet, het is een beetje gechargeerd, maar het is natuurlijk wel heel erg belangrijk, cultuur. Het geeft hoop, het laat je lachen, soms huilen. Maar in het licht van wat er nu aan de gang is, ja, dan vind ik wel, ik vind het wel goed dat jullie hier dan ook aan meedoen. En dat beeld op zwart, je kan ook niet anders. Nee. En ook gisteren, ja, al die mensen die dan bij elkaar komen. Ik hoor heel veel medeproducenten en ik zie het ook veel op Facebook, collega's voorbij die heel boos zijn. Ja, we kunnen niet met 1000 man in de zaal, maar ze kunnen wel met z'n allen daar. En dan denk ik, ik begrijp het, ik ben zelf producent, dus het kost mij aan twee kanten heel erg veel geld. Maar als je die afweging moet maken voor zo'n protest, en ik denk ook niet dat Femke wist dat er 1000 mensen zouden komen. Er was gerekend Femke op 250, 500 man die prima die afstand konden houden. 95% van de mensen had mondkapjes en handschoenen aan en het is in de open lucht. Tuurlijk, het zijn te veel mensen, tuurlijk, het is niet goed. Was dit van tevoren de opzet? Nee. Had ze dat kunnen weten? Wellicht, maar dat maakt het nog niet nieuw beleid. Je moet wel gewoon je verstand blijven gebruiken. En ik vind dat je niet uit emotie dan nu moet gaan roepen, ja, nu gaan we allemaal dit soort dingen allemaal doen. Nee, ik denk dat je gewoon wel moet blijven nadenken. Ja, jij hebt er begrip voor. We kunnen Zeker. Daar nog heel veel over zeggen, ja, maar we zitten hier precies, voor Cultuur in Actie. Ja. En je bent een van de 500 gasten die we hier aan tafel hebben. Ja, allemaal mensen uit de kunst- en cultuurwerk. Ja, het is elke keer schoongemaakt. Gedesinfecteerd. Jij bent zelf artiest, maar er komen hier ook mensen van de catering. Vrachtwagenbedrijven, technici. Alles, iedereen die werkzaam is in Zeker. De culturele sector. Ja. Die vertegenwoordigen allemaal nog meer mensen. Zoveel mensen zijn er al vertegenwoordigd. We zien het hier op het scherm. Ja, bizar. 288.742. Ja. Die hebben al heel veel verteld over wat deze crisis met hun doet en waar zij hoop of juist zorgen over hebben. Laten we even kijken naar wat er vandaag Goed. Al allemaal is langsgekomen. Ja.
gasten, interessante gesprekken, mooie optredens en we gaan gewoon lekker verder. Ja. Charlie Luske. Ja. Je bent zanger, acteur, presentator. Heel veel mensen kennen jou van allerlei musicals. Ja. Je hebt in The Passion gespeeld, maar bijvoorbeeld ook meegedaan aan The Voice of Holland. Ja. Als jij even teruggaat naar het begin. Heb jij altijd al op dat podium willen staan? Wanneer begon het voor jou te kriebelen? Nou, dat is op zich een hele interessante vraag. Want ik heb altijd willen zingen. Maar ik heb niet, zeker niet altijd op een podium willen staan. Ik vind want? Het. Nou, omdat ik niet per se. Je hebt mensen die willen gewoon ergens staan en dat iedereen kijkt. En als ze doen, dan vinden ze het eigenlijk al geweldig, want er wordt naar ze gekeken. Dat heb ik dus helemaal niet. Ik vind zingen heel erg leuk. Ik vind muziek maken, musiceren met elkaar vooral, vind ik heel erg leuk. In mijn eentje vind ik dus ook niet zo heel erg leuk. Meerstemmig en met een band en zo, dat vind ik te gek. Maar als er geen publiek zou zijn en wij zouden een te gekke show samen doen, dan heb ik genoeg, haal ik daaruit, als ik daarvan zou kunnen leven, om het op die manier te doen. Publiek betaalt je kaartje en dat is dat het je brood is. En ik heb moeten leren entertainen. Want dat is nooit iets van vanzelf geweest. Maar wil je het dan niet laten zien als je iets zo graag doet, overbrengen? Nee. En dat is ook heel gek. Daarom heb ik relatief voor op mijn leeftijd, ik ben bijna 42, heel weinig muziek uitgebracht. En ik schrijf wel liedjes, maar soms voor anderen dan ook. Maar mensen die zeggen, hoezo heb je niet 4 albums uit? En dat ik dan denk, ja, er zit dus in mij niet een roeping die zegt, dit is mijn levensverhaal en het is zo belangrijk dat jullie dit allemaal moeten horen. Ja, dat heb ik dus helemaal niet. Ik denk dat er veel interessantere verhalen zijn van andere mensen dan mijn verhaal. Ja, maar dus ook met die verhalen niet. Kan je, ik noem maar wat, The Passion. Ja. Dan vertel je niet je eigen verhaal, maar het is het verhaal van Jezus. Ja. Dat verhaal wil je dan wel graag, neem ik aan, voor een publiek. Hè? Ja. Want The Passion, ik weet niet, hoe groot is dat? Nou en The Voice doe je ook niet voor The Voice. Is dat de enige reden dat ik destijds The Voice heb gedaan, is omdat mensen mij op een of andere manier zagen als een presentator die acteerde en danste. Oh, en toen kreeg ik dus het commentaar, moet hij nou ook nog gaan zingen? En dat ik dacht, ik zing al vanaf dat ik 1 ben en vanaf mijn 17e dan zeg maar professioneel. En toen was ik 33 toen ik meedeed. En toen dacht ik, op wat voor manier kun je nou het zo groot mogelijk publiek laten zien of horen in dit geval, dat dit is wat jij eigenlijk het liefste doet. Ja, je wilde uit dat hokje waar iedereen ingestopt had. Ik wilde eigenlijk stoppen met musical, omdat ik merkte dat ik had 10 seizoenen dat gedaan, ook in het buitenland. En grote, leuke rollen ook echt wel. En soms bijvoorbeeld We Will Rock You, Queen muziek. Nou, dat is echt wel mijn muziek. Dus dat was super gaaf om te doen. Maar toch, avond na avond, 5, 6, 7 keer in de week, ik werd gewoon een soort van nam. Op een gegeven moment dacht ik, ja maar, ik ging teksten veranderen. Ik ging liedjes anders zingen. En dan kreeg ik weer een gele kaart. Want je verveelde je? Ja, ik verveelde me. Ik moet dan of, ja, ik wil dan steeds een klein beetje toch, of een grapje, dat ik denk, hier zit een goede grap. Die kan ik nu maken. Iets wat er actueel in de wereld is gebeurd. Maar dat is niet erg, toch? Nou, dat maakt dat het is, wel beter, zou je zeggen. Het is niet mijn script. Dus zo'n regisseur of resident regisseur, ja, echt, je wordt gefileerd echt. Ah, ja? Ja, dus je kan echt niet zomaar een script veranderen. En op een gegeven moment ging me dat zo tegenstaan dat ik dacht, maar dit is gewoon grappiger dan het origineel. Heel arrogant wellicht, maar. En dan wilde ik het toch testen bij het publiek. Ja. En als er dan harder gelachen werd, dacht ik, dit is dus beter. Maar ja, dat is niet per se zo. Maar, Maar je zegt net, dat is dan wel opmerkelijk in deze crisis, van ik wil heel graag zingen, maar ik hoef niet per se in het publiek. Dus hoe moet ik me dat nu voorstellen? Jij thuis in de badkamer en helemaal in je element? Mijn kinderen zijn de Sjaak. Nee. Het is maar nu, nou ja, het is een heel interessante vraag. Ik denk dat ik misschien wel minder last heb van niet voor publiek spelen dan sommige mensen die echt elke dag die enorme behoefte voelen om ik weet niet of het adoratie is of dat het gewoon is, ik moet iets vertellen en jullie moeten luisteren. Mm-hmm. Ik heb dat niet. Wat ik wel heel erg leuk vind, is om mensen te laten lachen. Heb je nu alleen je kinderen, je vrouw? Ja, die vindt mij niet zo grappig en die kinderen ook niet, dus dat is wel een dingetje. Maar ik vind, naarmate ik ouder word, merk ik dat misschien een combinatie tussen muziek en comedy, dat misschien wel steeds meer mijn ding is. Omdat ik mensen laten lachen, vind ik wel heel erg leuk. En dat is natuurlijk publiek. Je laat mensen lachen, dat is jouw publiek. Maar dat is niet gekoppeld aan muziek per se voor mij. Het is heel raar, maar ja. Nou, helemaal niet raar. De vraag is alleen, hoe ga je dat doen? Hè? Als je denkt, die richting wil ik op. Nu, heb je nu wat? Doe je iets? Nou, wat we nu, ik heb samen met twee vrienden waar ik
een klein social media bedrijfje al mee had. Een van de twee die kwam met een idee. Die zegt, joh, wat als we nou artiesten nu laten optreden voor gewoon een camera en we streamen dat. En ja, stel dat we tegen mensen zeggen, je weet niet wie dit is, niet iedereen is even bekend, maar wel heel goed. Mm-hmm. Dus kijk er gewoon naar, gratis. En als je het te gek vindt, doneer je iets. Oké. Okay. Nou, okay, dat hebben jullie gedaan. Hebben we opgezet, privépodium heet het, privépodium.live. En hoe weten mensen jullie te vinden? Privépodium.live. Ja, nee, nu. Maar nou, ik bedoel, de afgelopen tijd is dat gaan lopen. Ja, dat is zeker gaan lopen. Want de eerste week hadden we Hadewig Minnis, Birgit Lewis, Sherman Rouse, Jan de Wit van de 3J's. Ik heb het zelf toen gedaan. Dus we hadden samen wel een dusdanig bereik dat we vrij veel mensen konden bereiken. En dat is gewoon gaan lopen. Artiesten hebben ook elkaar verteld van, hey, dit is er. Als je dat wil, je kan toch wat van inkomen genereren. Nu, vanaf 1 juni, kan dat dus ook voor 30 man publiek. Nou, daar zijn we gisteren mee begonnen met Leonie Meijer. Ja. In een toffe locatie in Amsterdam. 30 man publiek, ook weer streamen. Dus dan hebben ze toch een basisinkomen. En het is niet 500 man in een de Lamar of ik noem maar wat. Helaas. Maar het is in ieder geval wel iets. Ja, en je zegt ze. Dus dat zijn andere artiesten die jij steunt. En hoe is dat voor jou dan? Ik bedoel, of steek jij er geld in? Vooralsnog is het geen bedrijf wat ik iemand zou aanraden als je zegt van daar moet je aandelen in kopen. Nee. Maar het is ook niet begonnen als een winstgevend. Verdienmodel. Nee, het verdienmodel is 70% gaat rechtstreeks naar de artiest. 20% gaat in een coronapot, zoals wij het noemen. Is misschien een ongelukkige naam, maar daar gaat dus 20% van alles wat er binnenkomt aan inkomen, gaat daarin. Dus als een Doe of een Birgit of een Sjors van de Pannen veel geld binnenhaalt, is dat voor degene die minder bekend zijn en die misschien maar 50 euro binnenhalen, die krijgen ook nog steeds uit die pot dan geld. Heel dus solidair. Eigenlijk is het, en waar het is moet een ik dan aan denken? Ja. Is dat dan, kun je dat uitdrukken in een percentage van wat ze normaal verdienen? Nee, ik denk dat je, laat ik het zo zeggen. Sommige mensen hebben 5% verdiend van wat ze normaal verdienen met donaties en sommige hebben 250% verdient van wat ze normaal verdienen. Ja. Dus het is heel gek, maar er zijn mensen die hebben zo'n vaste following en mensen in een bepaalde in een bepaalde groep, zeg maar, een bepaalde doelgroep met geld. Bijvoorbeeld in de wat loungy, jazzy hoek. Ik noem een Simone Pormes, Lodewijk van Goort, maar ook Sjors van de Pannen en Sandra van Nieuwland. Die hebben een vrij trouwe following die niet 3 of 5 euro doneren, maar echt wel substantiële bedragen. Ja. Die kunnen daar echt wel een goede boterham nu nog steeds een beetje mee verdienen. Ja, dus jij betekent echt wat voor die artiesten. Nou, niet ik, maar het podium wat wij hebben gebouwd. Ja. Ja, maar zij maken dat podium natuurlijk. Kijk, wij faciliteren het. Wij hebben het gebouwd. We hebben daar tijd en geld in gestoken. En je had dus dat geld over, zeg ik maar even. Nee, dat hadden we niet over. Maar ja, nu, kijk, als ik nu terugkijk, dan iemand zou mij de vraag stellen, als je dit had geweten qua aantal uren, had je het dan gedaan? Ik dacht, we gaan het doen, we bouwen het en het loopt. Nee, je moet mensen scouten, boeken. Je krijgt een WhatsApp-groep met 60, 70 mensen die omste beurt jou de hele tijd appen en dingen vragen. Dus ik ben meer dan 11 of 12 uur per dag hiermee bezig, elke dag bijna. Dus je bent helemaal niet wat we van iedereen horen. Ik kom tot mezelf. Ik ga een boekje lezen. Ik ga wandelen. Nee, maar dat kan ik ook niet. Je hebt gewoon keihard gewerkt. Ik kan dat ook niet. Ik kan, als ik op vakantie ga, dan heb ik na 3, 4 dagen heb ik vakantie gehad. En dan denk ik, wat kan ik? Ik moet iets gaan doen. Of het nou sport of spel. Maar ik moet in ieder geval iets gaan doen. Ik ben niet van de vakantie en ook niet van de rust. Nee. Dat is voor mij niet. Nou, je hebt dus een heleboel mensen juist geholpen om nu niet op zwart zaad te zitten. Nou ja, maar als jij even, we moeten uiteindelijk natuurlijk die teller omhoog krijgen. Ja, ja, hoeveel ja. mensen zou jij zeggen vertegenwoordig jij nu die een ander leven leiden? Ofwel, nu bedoel je? Inkomsten derp, nu, ja. Nou, kijk, de mensen die normaal gesproken en voor me werken, dat vind ik een lelijk woord, want we doen het samen. Maar ik ben bijvoorbeeld van die werk. George Michael Show producent, dus ik betaal ze. Dus in die zin zorg je voor inkomen. Dat zijn wel sowieso 12 mensen vast die altijd bij die show. En dan daar zit het geluidsbedrijf bij en techniek. Maar ja, ook andere muzikanten die af en toe invallen. Dus ik vind dat 12, moeilijk. Ja, sowieso 12. Ik vind 12. Dat moeilijk om dat in getallen verder uit te drukken. Maar ja, dat is niet je management bijvoorbeeld. En niet, dat komt er ook nog bij, weet je. Dus, hoeveel zijn dat er? Ja, daar werken ook wel 3, 4 mensen, 15. Ja, zoiets. Ja? Gaan we voor de 15.
Oké. Wat gaaf jouw initiatief? En wie weet is het ook een voorbeeld voor anderen die zich dat kunnen ook permitteren. Ja, er wordt natuurlijk veel gestreamd. Veel gedaan, dat is ook zo. Maar dat het ook mensen nu iets oplevert. Privépodium.nl. Zeg ik nog een keer. Punt live. Als we dat toch goed doen. Punt live. Nee, dan moeten we het goed doen. Ik wil je uitnodigen je handtekening te zetten namens alle mensen die jij vertegenwoordigt. En onwijs bedankt voor je verhaal.